We hadden een hittestressmodel. Dat was ontwikkeld door William Verbeek van UNESCO in 2010. En dat hebben we een heleboel jaren gebruikt. En dat was leuk. Dat gaf een prima eerste indicatie. Maar dat was verre van compleet. Dus daar hebben we vorig jaar hebben we besloten. We willen daar een update aan doen. En we gaan een nieuw hittestressmodel maken. En dat is eigenlijk helemaal parallel aan het oude UNESCO-model. Dus het zijn echt twee verschillende rekenmodellen. Ze hebben wel allebei tot doel de hittestress, maar die van UNESCO is vrij simpel in eerste inschatting. En de nieuwe, conform de DPRA-standaard, die is die is een stuk complexer. Maar die is wel een stuk beter, dus die heeft ook onze voorkeur wat dat betreft. Nou, dat begint er eigenlijk al mee dat als je een hittestresslaag toevoegt in Tigon, als je naar je configuratie wizard gaat, is dat de eerste keuze is je modelkeuze. Of je de DPRA-model wil of het UNESCO-model. Als je dus voor de DPRA kiest, dan worden eigenlijk al die waarden in het UNESCO-model, die zijn niet relevant. Als ik dan vervolgens kijk naar dat DPRA-model, dat is eigenlijk... Even een andere scherm erbij pakken. Zo. Dat is gebaseerd op dit rapport. En dat is vorig jaar uitgekomen. Nou, dat is van het ministerie. En dat is ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen. En eigenlijk het idee achter dit model was dat er een standaard hittestressmodel moest komen voor Nederland. Waarmee alle gemeentes de hittestress in hun buurt kunnen berekenen. En dat een beetje allemaal op dezelfde manier wordt gedaan. Want er zijn een heleboel verschillende hittestressmodellen. Dus wij gebruikten het oude UNESCO-model, maar er waren nog wel 20 andere. En de vraag was eigenlijk vanuit het ministerie van, kunnen we één uniform model gebruiken wat al die gemeentes dan kunnen gebruiken? Dus wij als Tigon dachten, dat is wel handig als wij dan gewoon dat model implementeren. Dat is dat een standaard die we overal kunnen gebruiken. En dat model is dus vooral ontwikkeld door mensen van de Universiteit Wageningen en nog wat andere universiteiten. En ze hebben dat begin 2019 als de eerste versie en uiteindelijk de definitieve versie is uit mei. En toen hebben we die versie ook geïmplementeerd. En eigenlijk een heleboel van de keuzes die in ons hittestressmodel zitten, die zijn eigenlijk direct terug te herleiden naar dit model. En waarom hebben we dat gedaan? We wilden er ook niet te veel ervan afwijken, want dan kun je niet meer zeggen we zijn conform de DPRA-standaard als het ware. Dus we hebben ook dit model geïmplementeerd. En als je op onze wiki kijkt, dan hebben we ook wat benchmarks gedaan zelf, waarbij we de resultaten van van Wageningen vergelijken met onze resultaten en waar dan het verschil zit. Dan zie je vooral af en toe wat geodata dat er wat verschil zit, maar als de geodata exact hetzelfde is, dan zitten daar minimale verschillen in tussen de door Wageningen berekende temperatuur en die van Tycon. Weet je waar Wageningen het dan mee berekend heeft? Ja, zeker. Dus namelijk, dit rapport, het staat ook op de wiki. Het is vrij, en je ziet ook al verschillende auteurs die eraan mee hebben gewerkt. Onder andere Jeroen Kluuk van de HVA. Ja. Daar hebben we ook veel mee samengewerkt. En die heeft ons ook een aantal dingen nog geholpen in de uitleg. Okay. Maar dit rapport is, daar staan precies de rekenstappen in. Die je moet doen om dat te doen. En ze hebben dus zelf dit soort plaatjes ook erbij geleverd. En die zijn op basis van bepaalde 2 augustus 2013 in Wageningen. Zijn ze met een bakfiets door de buurt gaan fietsen en hebben ze daar de temperaturen op gemeten. En dat hebben ze op een aantal dagen gedaan, dat is eigenlijk hun verificatie. Ja, precies. Ik moet er wel bij zeggen dat, je ziet die bakfietsroutes waar ze die temperaturen hebben gemeten. Hm. Het is wel zo dat... Volgens mij is het wel redelijk onder druk ook ontwikkeld dit rapport. Want de overheid die wil een standaard hebben. En als je die wetenschappers vraagt, ze zijn daar nog deels in door aan het ontwikkelen. Ja, dus ik zag inderdaad dat Jeroen Kluuk zelf al een keer op LinkedIn iets had gezet. Dat ze de twijfels bij een aantal facetten van hun methodiek toch twijfels hebben, zeg maar. Ja. Dus dat is met name de daken, geloof ik, was een punt van... Van discussie. Ja, exact. Dus er zitten een aantal beperkingen aan dit model. En er zitten ook een aantal rekenkundige beperkingen aan, die wij eigenlijk niet hebben, maar Wageningen had die wel. Hun model dat rekende ook echt een aantal uren erover, waar wij in secondes zitten. Dus ze konden ook een aantal dingen niet zo gedetailleerd doen.
Maar ze hebben ook een bewust aantal dingen niet meegenomen. En dat is inderdaad goed dat je daar al over begint. Als je als ik hier inzoom op zo'n kaart, je ziet daar overal zwarte vlekjes zitten. En als je waar de gebouwen zitten, en dat zie je bij ons ook. Dus ik heb hier een stukje doorgerekend. Je ziet dat al die gebouwen die zijn eigenlijk zwart. En zwart betekent no data bij deze overlay. Dus hij berekent gewoon de waarde van gevels en gebouwen van daken niet. En dus hij berekent alleen de hittestress als het ware in de straat en op pleinen en rondom bomen. Maar niet op het dak zelf. En ook niet het effect van het dak of de gevel op de omgeving? Nee, nee. Okay. Maar dat die functie kan je wel uitzetten bij jullie. Ja, we hebben, kijk, dit is dus een discussiepunt. En kijk, conform dat model van, van die DPRA-standaard kun je die daken niet berekenen in die gevels. En de reden wat Jeroen Kluk daar ook voor geeft is, we weten eigenlijk te weinig wat het effect is van zo'n groene gevel. Want die gevel die kan ook wel 20 meter hoog zijn. En dus de vraag als dat ding 20 of 30 meter hoog is, of je dan nog een effect heeft op straatniveau. Want je berekent nu vooral de hittestress op 1,2 meter hoogte, dus eigenlijk op straatniveau hoogte. Dan kun je wel zeggen, ja, die gevel is groen, maar hoe ver dat effect dan echt uitstraalt op de omgeving, dat is iets wat ze nog verder willen dooronderzoeken. Dus dat sluit inderdaad ook heel goed aan met de opmerking die jij van Jeroen Kluk las, dat hij dat zal nog verder onderzoeken. En wellicht dat er op een gegeven moment een soort DPRA 2 standaard komt waarin ze dat wel meenemen. Ja. Maar in deze huidige versie zit dat niet. Klopt wel dat we hebben wel, standaard berekenen wij ook niet die gebouwen, maar we hebben wel een extra optie erin bij de attributen. En daar kun je dingen uitsluiten. Dus excluded buildings, dat betekent dat gebouwen niet worden meegerekend. Als die inderdaad op nul zet, dan probeert hij het rekenmodel, wat ik nog update, wel te doen ook op die daken. Maar dat is dus eigenlijk niet conform de DPRA-standaard. Maar dan doet hij eigenlijk alsof die daken ook onderdeel zijn van het hoogtemodel. En je kunt natuurlijk wel, als er nog steeds een boom boven een dak staat, kun je wel die temperatuur daarboven op het dak meten. Hoe berekenen jullie dan die daken wel? Nou, we doen niks speciaals dan voor die daken, maar we zien ze eigenlijk alsof het gewoon onderdeel is van het hoogtemodel. Dus alsof het gewoon een heuvel is, als het ware, in het land. Ja, want er zitten ook wel verschillen tussen daken. Heb ik gezien. Ja, het scheelt niet veel. Het scheelt misschien een paar tiende graden of zo. Maar er zit wel verschil in. Dus ik dacht van, hè, maar hoe wordt dat dan berekend? Ja, het is alsof het gewoon onderdeel is van het hoogtemodel. En kijk, die verschillen van tiende graden, die kunnen ook bijvoorbeeld komen door, als je dat rapport helemaal leest. Pak hem even weer erbij. Ze hebben ergens een overzichtje van het rekenmodel. En dat geeft misschien een beetje beeld. Dat is deze. Kan me alleen niet draaien, volgens mij. Mijn PDF-reader die ik hier heb. Maar je ziet dus dat er een heleboel verschillende elementjes, die hebben als het ware invloed op de uiteindelijke, dus de bed, de gevoelstemperatuur. Mm-hmm. En dat is landgebruik, die bonenratio. Die bonenratio nemen ze overigens ook vrij simpel. Ze zeggen een beetje, dit is groen of het is verhard. En dat is ongeveer de keuze die je hebt. Terwijl er natuurlijk nog veel meer variatie tussen kan zitten. Maar goed, dat zijn dus een heleboel van die componenten. Ja, je moet ze anders maar doorlopen. Maar een van de belangrijke componenten is ook dus bijvoorbeeld of er schaduw is, of er wind is, of er een urban heat island effect is. En eigenlijk al die verschillende componentjes bij elkaar opgeteld, die bepalen dan weer wat de gevoelstemperatuur is daar te plekken. Dus, ja. Ik bedoel die skyview factor. Nou, op de meeste daken zal die wel goed zijn. Maar het kan natuurlijk dat het ene dak net wat invloed heeft op zijn buurdak. En dat zal niet veel zijn. Dus misschien een tiende van de graad. Dat zal laten prima kunnen. Maar er zijn natuurlijk wel wat effecten. Ook dat Urban Heat Island effect. Dat is vooral echt een gemiddelde effect meer. Dat heeft niet direct invloed op één huis. Maar dat is een gemiddelde in een straal om hem heen.
Nou, kijken welke hebben we meer. Bijvoorbeeld die windsnelheid. Ja, die verschilt ook per gebied. Als een gebouw net wat hoger ligt, ja, dan zal het dan net wat koeler zijn. Dus dat kan net even wat invloed hebben op dat specifieke huisje. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, ja, we doen dit dus alsof het als het ware onderdeel is van het hoogtemodel. Dat kan, want je kunt nog steeds een schaduwberekening erop doen. En je kunt natuurlijk nog steeds kijken of daar wind waait, et cetera. Dus voor die daken is denk ik een redelijke inschatting. Maar het effect van die gevels, dat wordt daar gewoon niet in meegenomen. En dit is eigenlijk ook een afwijking ten opzichte van de DPRA-standaard, zoals die officieel door de overheid wordt uitgegeven. Want daar staat, by default, staan die gebouwen daar gewoon in uit. Ja, ja. Als ik hem nu doorreken, dan zie je ook, dan worden ze gewoon worden ze zwart. Ja, precies. Maar het is natuurlijk wel een veelgestelde vraag. Ook, en ik moet ook zeggen, het ligt ook heel erg aan de use case waar je dat rekenmodel voor inzet. Kijk, dat het warm is op het dak, ja, dat is de vraag in hoeverre dat relevant is. Dus de use case die we ook veel bijvoorbeeld bij andere klanten zien, is dat het bijvoorbeeld veel relevanter is om te kijken naar in winkelstraten. Kan ik daar door meerdere bomen te planten, kan ik daar bijvoorbeeld een stuk koeler krijgen. Nou, je ziet gelijk dat als je een boom neerzet, dat echt wel 10 graden koeler kan zijn. Dus dat heeft best wel een effect. Maar wat je ook bijvoorbeeld ziet, is dat mensen kijken van ja, ik heb dan een huis. En hoe ver is het lopen naar het dichtstbijzijnste koeltegebied? Dus kan ik vanuit mijn huis in de buurt komen van een gebied waar het in ieder geval wat verder is afgekoeld. Ja, wat mij heel erg opviel was, ik had bijvoorbeeld een aantal echt groene straten. Waarbij dan de huizen in die straat, die waren gewoon donkerrood van de hitte. Was ook meteen de vraag van, hey, maar die hele straat staat vol met bomen. En die straat is best wel groen. En waarom heeft het dan geen invloed op de omgeving? Net als wat ik nu dat parkje inderdaad zie. Rationeel gezien zou ik het logisch vinden als het gebiedje daaromheen, dus die straat, ook nog wat koeler is. Ik zou denken dat dat wel nog invloed zou hebben. Ja, dat is wederom een goede vraag. Hit, we berekenen hem nu. Bereken ik hem voor 2 uur 's middags. Mm-hmm. Maar als je in die configuratie wizard kijkt. Je kunt hem dus voor meerdere dagen doen. En je kunt hem ook voor meerdere uren doen. Dan moet je al die getalletjes, die moet je eigenlijk even netjes invullen. Dus wat is de windsnelheid op dat moment? Wat is de temperatuur op dat moment? Wat is het effect van de zon op dat moment? De luchtvochtigheid, et cetera. Maar als je dus precies om 2 uur 's middags kijkt, ja, dan staat de zon dus eigenlijk op zijn hoogste punt. En de temperatuur is het hoogst. En die instraling van de zon, de radiation, die is ook het hoogst. Dus eigenlijk het effect van die boom op zijn omgeving, dat is minimaal. En dat is ook wat Jeroen Kluke heeft bevestigd. En dat komt ook uit het Wageningen-rapport. Dat ja, als het om 2 uur 's middags de zon recht van boven staat te branden. Ja, dan heeft die boom eigenlijk geen uitstraling op zijn omgeving. Überhaupt 1 enkele boom heeft wat dat betreft weinig effect. Behalve dat die natuurlijk schaduw creëert. En die schaduw, die kun je ook bij slagschaduw zien. Die valt direct om die boom heen. Afhankelijk van hoe de zon staat. Nou, recht over midden op de dag staat natuurlijk recht van boven. Dus hij heeft eigenlijk alleen maar een schaduweffect direct in zijn omgeving. Als je wat meer in de avond zou kijken, dan staat de schaduw natuurlijk wat lager. En dan zal hij waarschijnlijk wel wat uitstraling hebben op het gebouw ernaast. Maar ja, dan is het effect van de zon ook weer minder. Dus is dat schaduw, is dat, die slagschaduw, is dat iets wat je uit kunt zetten? Want ik had bij Sophia achterin het model de indruk dat de schaduw als het ware heel erg naar links uitsloeg van een boom bijvoorbeeld. Maar dat de cirkel gewoon in het midden rondom die boom bleef staan. Ja. Dus die schaduw was gewoon donkerrood. Kunnen wij iets uitgezet hebben per ongeluk? Dat die... Dan zou ik het model van Sophie moeten bekijken. Dan kan ik daar kan ik dat zien. Maar in principe is het altijd zo dat eigenlijk als je midden op de dag zit en de zon schijnt. Ja, dit is om 12 uur 's middags. Dus daar ga je al inderdaad. Oké.
Ik had hier zo. Oh ja, dat vond ik ook wel een grappige. Ik heb hier in dit parkje, zie je hier wel links dat het wat koeler is. En hier bij dezelfde boom in de schaduw blijft hij gewoon groen. Ja, ik zit even naar de legenda te kijken. Dat is een halve graad, 0,3 graad verschil. Mm-hmm. Ja, kijk, dat kan dus meerdere effecten hebben. Kan dat dan net ook wat meer wind waait? Daar kan ik zo aan dit plaatje, kan ik daar geen antwoord op geven. Okay. Dus ik wil wel je project bekijken en daar even helemaal specifiek op inzoomen. Maar wat ik zei, er zitten dus een hoop effecten die daar die de invloed op hebben. En ik denk dat sowieso ook, dat je echt in gedachten moet houden, zo'n rekenmodel, dat benadert alleen maar de werkelijkheid. Dus 0,3 graden verschil. Ja, ik snap dat dat uit het rekenmodel komt, maar dat heeft natuurlijk in de werkelijkheid heeft dat echt. Is dat een beetje een illusie om te denken dat je zo accuraat zo'n temperatuur kan berekenen. Ja. Dus kijk, als er een paar graden verschil zit, ja, dat is echt relevant. Maar een tiende van graden, dat zo'n model is wat dat betreft ook maar een benadering. Je kan net die dag toevallig ook een auto hebben gestaan en dan komt de temperatuur ook alweer net wat anders uit. Maar het is wel zo, we hebben dit model echt getest op tegen dat Wageningen model. En we zijn er zelf, hebben daar geen gekke dingen in gezien. In hun uitkomsten en onze uitkomsten, zeg maar binnen een halve graad verschil. Waar je wel verschil kan zien is natuurlijk als er andere geodata zit. Dus wij lezen die BGT in en ja, bij ons konden misschien net een gebouw wel staan, wat in hun model nog niet stond. Ja, dat heeft natuurlijk effect. Maar dat Wageningen model maakt dus wel gebruik van de DPRA. Ja. Ja, de Wageningen, zeg maar, die DPRA-standaard, het ministerie heeft dat gevraagd. Aan het RIVM kun je een standaard ontwikkelen. En het RIVM die heeft dat als het ware weer uitbesteed, vooral aan Wageningen. En nog een aantal andere universiteiten. Maar vooral de Universiteit van Wageningen heeft het meeste werk erin gedaan. Ja, exact. Oké. Okay. En Maxime, het is toch ook zo dat we voor die hitte hebben eigenlijk al die, of in ieder geval een groot deel van die subonderdelen ook inzichtelijk gemaakt via aparte lagen. Dus je kan ook apart kijken naar schaduw en apart naar wind, dacht ik. Dat is misschien voor Sophie ook een manier om grip te krijgen op waar komt het nou vandaan. Als je niet alleen naar het eindresultaat van de hitte kijkt, maar juist ook naar al die opgedeelde resultaten, zeg maar. Want daar is dat eindresultaat uit opgebouwd. Worden de gevels niet meegenomen in Tigrul? De eerste vraag. Ja, dat klopt. Die worden niet meegenomen. Want die vallen onder het principe van de daken, zeg maar. Die DPRA-rekenmethode die houdt gewoon geen rekening met groene gevels, dat soort dingen. En dat is onder wat Jeroen Kluk zei. We weten gewoon echt niet wat het effect is van zo'n gevel. En ook over de hoogte. Dus misschien, als zo'n gevel maar 2 meter hoog is, dat je zo'n effect nog zou kunnen berekenen. Maar als een gevel wel 20 of 30 meter hoog is, dan is gewoon nog onvoldoende onderzoek naar gedaan wat dan echt effect is op straatniveau. Wel leuk, er zijn nog heel veel kansen. Ja, zeker. Nee, kijk, ze hebben dit er vorig jaar doorheen gejast om in ieder geval een standaard te hebben waar die gemeente Nederland mee kan doorrekenen. Maar het is versie 1.0, wat ik begrijp. Mm-hmm. Jullie verwijzen naar het heat-effect van de UNESCO-tabel. Die hitte-effecten, dat gaat dus over het UNESCO-model. Dus dat heeft helemaal niks, totaal geen relatie met de DPRA-methode. Nee, klopt. William Verbeek die is een onderzoeker bij UNESCO. En hij heeft toen destijds die hitte-effecten aangeleverd. Maar dat is dus echt een totaal andere overlay. En jullie weten ook niet waar die op gebaseerd is, toch? Want daar kon ik niks van vinden. Hij heeft daar wel een paper over geschreven. En die, volgens mij, hebben die ook nog wel ergens. Maar ik zou daar gewoon niet naar kijken. Want dat is onderzoek van 10 jaar geleden. En wat ik zei, die nieuwe DPRA die zit zelfs nog in versie 1.0. En dit is echt de kennis van 10 jaar geleden. Dus dat staat echt nog aan de beginfase van toen er überhaupt met hitstress werd gerekend in Nederland. Maar als je wil, kan ik nog wel kijken of ik daar wat meer informatie over kan vinden. Maar ik zou voor je onderzoek,
echt volledig focussen op die DPRA-methode. Mm-hmm. Alleen, klopt het dat jullie wel nog die heat-effect van zijn... Ja, hij heeft eigenlijk een tabel gemaakt. Ja. Die gebruiken jullie nog wel in die DPRA? Nee. Nee. Nee, die maar gebruiken niet in die DPRA-methode. Als je op een boom klikt, dan staat er wel in die legenda van heat effect min 10. En dat komt precies overeen met wat William Verbeek in die tabel had gezet. En waar zag je dat? Staat als dat jij, in een overlay? Ja, als jij op een boom klikt. Ik klik nu op een boom. Maar Nee, ja, dan moet je op die buildings gaan staan en dan op een boom klikken. Maar je bedoelt tussen de attributen. Oh, je bedoelt attributen? Van een boom. Ja. Ja. Nee, die boom heeft wel een attribuut. Hij heeft een heleboel attributen voor allerlei verschillende rekenmodellen. Dus als ik... ik pak hier nu een voetpad. Maar dat zijn die functietabellen. Ja. Dus elk gebouw heeft een heleboel attributen. En één daarvan is inderdaad de heat effect. Deze bedoel je. Mm-hmm. Dus voor moestuin is die min 4. Ja, die is dus specifiek voor het UNESCO-model. Dus hij heeft dat model wel, hij heeft dat attribuut. En je kunt dat UNESCO-model ook draaien. En dan gebruikt hij dat attribuut. Maar de DPRA die gebruikt dat attribuut. Ah, nou snap ik het. Dus net zoals dat, kijk, die DPRA die gebruikt ook niet de attributen die bij water zitten. Dus de manningwaarde, ja, die gebruikt hij ook niet. Maar een ander rekenmodel kan hij wel gebruiken. Ja. Dus je kunt hem overigens ook nog steeds aanzetten. Als je, als ik een nieuwe heat stress. In die configuratie wizard. Als ik hem dus op UNESCO zet, nou, de simpele variant. Hop. Even doorrekenen. Kijk, dus komt dit eruit. En je ziet al dat hij echt heel anders is. Ja. Kijk, je kunt je zelfs afvragen waarom hebben we hem überhaupt er nog in. Nou, er zijn een aantal mensen die hem nog gebruiken. Dus we zetten hem niet by default aan, maar er zijn een aantal mensen die hem nog gebruiken. En de grap is, het geeft natuurlijk ook wel een hele snelle eerste indicatie. Dit is een koeltegebied en hier is dat warmer. Dus het overal beeld van de stad, ja, dat zal niet heel veel anders zijn. Alleen als je echt specifiek op plekken gaat inzoomen, ja, dan is dat DPRA-model veel accurater, omdat die gewoon veel meer die detailinformatie bevat. Ja. Ja. Het overal beeld is natuurlijk wel ongeveer hetzelfde. Ja, dat hier in dit gebied het koeler is en dat bij het stedelijke gebied wat warmer is. En hoe dichter die bebouwing bij elkaar zit, dus dit is een onderste deel. Hier wordt het warmer. Nou, dat zal bij die nieuwe zal dat er ook uitkomen. Dan zie je ook de warmste plekken hier ontstaan. Hey, en hoe hebben jullie zo'n boom er dan nu ingezet? Volgens de rekenmethode van de DPRA neem ik aan. Ja, wat die DPRA-methode eigenlijk doet, is dat hij de boom als daar als een soort, ook bijna als een hoogtemodel ziet. En dat is dus belangrijk om die kruin er goed in te krijgen. Dus niet alleen de stam, maar de hele kruin van de boom. En daar hebben we eigenlijk meerdere methodes voor om dat te doen. Want je wil die kruin, die wil je weten. Want dan weet je namelijk en hoe die schaduw zeg maar de omgeving beïnvloedt. En hoe hoog die is. Ja, dat heeft natuurlijk ook weer effect op de schaduw ervan. Dus je moet hem eigenlijk zien als een soort, cilinder. Die bovenaf ook een beetje is afgerond. Zit hier een tapje foliage. En dan heb je eigenlijk drie opties. Je kunt functiehoogte gebruiken. Je kunt area's gebruiken of je kunt de geotiff gebruiken. Dus ik zal ze alle drie even doorlopen. Nou, dus de standaard is dat je de functiehoogte gebruikt. En dat zijn de bomen zoals ze als standaard door ons worden ingelezen. Dat zijn de bomen die bijvoorbeeld uit de BGT komen. Dus al deze boompjes die hier staan. Dat zijn bomen. Ik kan hier ook de bomenhoogte laten zien. Het zijn bomen die staan allemaal in de BGT. Mm-hmm. Dus die gebruiken we al. Soms weten we ook van die bomen of het een dennenboom is of dat het een loofboom is. En als we weer naar die function tabel gaan. De BGT is door de gemeentes is die eigenlijk opgesteld. En die is sinds een aantal jaren online. Je ziet dat de ene gemeente er ook veel verder in is dan de andere gemeente. Maar daar staat dus een heleboel detail in van de stad. Dus waar fietsrekken staan, waar bomen staan, waar transformatorhokjes staan. En je hebt dus een aantal gemeentes die eigenlijk alle bomen er netjes in hebben staan. En je hebt een aantal gemeentes die gewoon nog helemaal niet zo ver zijn. Dus de kwaliteit daarvan is heel wisselend.
Ja, dus dit is mijn gebied wat ik hier nu heb, een stukje Arnhem. Daar staan ze bijvoorbeeld, daar staan een aantal bomen in. Mm-hmm. Maar ik heb ook gemeentes gezien waar maar een heel beperkt aantal bomen in staan. Dus vandaar ook de optie dat we ook andere methoden hebben dan alleen die BGT-route. Maar als we nou even naar die BGT-variant kijken, ja, die heeft dus ook weer een aantal attributen. Even kijken waar die... kijk. Bij die standaard loofbomen, daar zit een foliage crown factor. En die is daar heel belangrijk in. Wat die doet, is dat die... we weten vanuit de BGT dat hier een boom staat. Vervolgens lezen we ook de AN3 in. En uit die AN3 weten we hoe hoog die boom is. Mm-hmm. En wat we dan vervolgens doen, is op basis van de hoogte van de boom... en de, crown factor... bepalen we als de breedte van de, van de crown, dus van de kruin. Dus een standaard loofboom, stel dat die 10 meter hoog zou zijn, zeggen we die heeft een breedte van 7,5 meter in zijn kruin. Dus zo kun je eigenlijk als het ware vanuit die stam, maak je er een brede boom van met een kruin. En dat verschilt dus ook een beetje per type. Dus de standaard loofboom staat hier op 0,75. Een eik staat hier op 1 meter, die zijn veel breder. Maar bijvoorbeeld een larix of een berk, de Italiaanse populier, dat is echt zo'n hele dunne boom. Die staat op 0,25. Dus die is, als hij 10 meter hoog is, is hij maar 2,5 meter breed in zijn kruin. Klopt dat ook dat dan die, ik noem het altijd maar cirkeltjes om die bomen? Ja. Dat wordt gebaseerd op die factor. Ja, dus in die BGT staat alleen maar de stam. Dat is echt een stip. Ja. Maar die boom, die zit natuurlijk helemaal boven de weg, als het ware. Ja. Dus het modelletje, zeg maar, hij staat in de geodata, zie je alleen die stam staan. En de breedte van die kruin, die wordt berekend met die crown factor. Dus ik kan hem ook aanpassen. Dat is dus meters. Wat zei je? Dat is dus in meters. Ja, die crown factor is een factor. Dus de hoogte is inderdaad in meters. Dus stel dat dit boompje hier 10 meter hoog is. Ja. Wordt dus gemultiplied met die factor. Okay. Ja. Dus dan is die 7,5 meter breed. Ja, exact. Okay. En ik kan dat ik dacht dat je net zei, is een meter breed. Ik denk, dat is niet breed voor een eik. Ja, nee, dat klopt. Dat is een factor. Dus stel dat ik hem op 2 zou zetten, dan moet die boom een stuk breder worden. Dan zie je dat groene wordt al een stuk breder. Ja. En heeft hij dan ook nog die factor, heeft hij dan ook nog invloed op de schaduw? Ja, zeker. Ja, ja, kijk, hoe breder je die kroon van die boom maakt als het ware, hoe meer schaduw die heeft. Ja, precies. En daar maken ze ook het verschil tussen de verschillende bomen. En het meeste zal standaard loofboom zijn, maar als je dus ook meer informatie hebt over die bomen, kun je dat beter doen. Maar dit is dus eigenlijk de route gebaseerd op de BGT. Heb je een heleboel van dat soort standaardbomen die er al in zitten. Mm-hmm. Alleen wat nadeel van die route is dat de BGT, die heeft vooral informatie over de locaties van publieke bomen. Mm-hmm. Dus dat hier op de weg staat. Maar wat er in de achtertuin van die mensen gebeurt, hier bijvoorbeeld, daar is geen publieke databron van. Maar daar staan wel degelijk bomen. Dus eigenlijk om te faciliteren dat je ook kan werken met de bomen die in achtertuinen staan, hebben we deze andere opties ingebouwd. En dan kun je dus zeggen, ik wil een geotiff uploaden. En dan kun je dus, wat je dan moet doen is dat je dus een geotiff uploadt met precies locaties van die bomen. En hoe breed hun kruin als het ware is. En dat kun je natuurlijk in een hoogtemodel kun je dat verwerken. Hoe kom je daaraan dan? Omdat, is dat geen privé... Nee, dat is geen publieke data, maar ik weet bijvoorbeeld dat een aantal andere ingenieursbureaus, die hebben vaak bijvoorbeeld AI-algoritmes die bomen herkennen. Ja, dat hebben wij ook. Inderdaad. Ja, precies. En je kunt ze ook volgens mij op een paar plekken kopen bij bomenbestand.nl of zo. Maar als je inderdaad je eigen AI-algoritme hebben die bomen kunnen herkennen, als je dat dan vervolgens exporteert, in de vorm van een area, dus dan zeg je dat elke boom als daar een polygon is met een bepaalde hoogte of een geotiff, dan kun je die dus ook daarvoor gebruiken. Mm-hmm. Dat zijn wel polygonen, geen punten. Als je die foliage height geotiffs inlaat, zeg maar, dat zijn geen puntbestanden. Nee, de geotiff dat is een raster. Dus mm-hmm. de
Wat je dan hebt is dat als jij dus een boom hebt, dat die, je moet het eigenlijk zien als een hoogteraster. Dus die, okay. Die boom, als je die van bovenaf zeg maar, zo bekijkt vanuit de lucht, ja, dan is het eigenlijk een soort hoogtemodelletje. Ja, ik snap hem, ja. Want dat DPRA-model dat rekent ook niet met de data zeg maar, onder de kruin. Dus die stamhoogte zelf, die nemen ze daar niet in mee. Ja. Dus je kijkt als het ware van bovenaf naar beneden. Nou, dan, als die boom is als het ware een hoogtemodel, als je in de AN ziet, dan zie je ze ook als een hoogtemodelletje. Ja. Ja. Dus je kunt dus op die manier dat ook doen met die area's. Die area's nemen dus een polygon waar je de hoogte mee geeft. En die geotiff kun je nog één stap accurater doen. Want dan kun je ook hoogteverschillen binnen die bomen zeg maar, als het ware laten zien. Zodat die rare kruin heeft of zo. Het nadeel van die twee is wel dat ze wat... Ja, het is wat statischere data. Dus als je het aanpast, ja, dan moet je ook die hele nieuwe geotiff uploaden. Dus wat dat betreft, zeg maar, als je vooral interactief ermee wil werken, is eigenlijk de variant dat je ze als, gewoon echt als boom hebt. Dus als geo-object, dat die ook op die manier wordt gevisualiseerd. Dat is natuurlijk wel het makkelijkste, want dan kun je één boompje weghalen. Dan zie je direct het effect of je verandert die boom wat. En dan zie je ook dat effect plaatsvinden. En je kunt het ook per boom ook weer overschrijven. Dus stel dat je die bomen als geodata inleest. Dan zal ik dit boompje bijvoorbeeld manipuleren. Even de goede overlay aanzetten. Ik kan hier zelf ook die crown factor toevoegen. Die maar niet direct updaten, maar dat is omdat hij alleen dat visualiseert. Dus ik kan ook per boom als daar die waardes nog overschrijven. Hm. Oh, het zit natuurlijk hier. Ja, environment. Daar staat er wel in. Kijk ik nou verkeerd? Nee, staat er niet. Oh ja, voor de factor. Ja. Oh. Precies, kijk, nou, je krijgt een huis wat mega gedrocht. Ik woon er niet ver vandaan. Ik kan even uit het raam kijken of het inderdaad nu ook zoveel groter is. Ja, ik kan hem ook weer wat kleiner maken. Het is een schattig klein boompje. Als ik hem op 100 meter zet, dan wordt het echt een... ik kan maar tot maximaal 10. Hm. Dan is er blijkbaar een limiet opgezet. En als ik dus nu hier mijn overlay opnieuw doorreken. Hit stress, update... Ja, dan zal hier een enorm groen gebied gaan ontstaan. Ja. Hij ziet het ook al, hij is hier helemaal groen. Dus op die manier heb je eigenlijk meerdere opties als het ware om die boomhoogtes in te lezen. Kijk ook even. Ik heb hier een ander model, dit is het Wageningen model. Dit project al een tijdje niet meer geopend, maar hier zie je ook een doorrekening die wat meer over een dag heen gaat. Dus als ik hem aanzet, dan zie je ook dat gedurende de dag zie je dat het steeds warmer wordt. Mm-hmm. En eigenlijk midden op de dag dan wordt het weer warm. Nou, en in de avond dan zie je dat het weer helemaal afkoelt. En eigenlijk in de avond, dan is dat Urban Heat Island effect, waar we het ook altijd over hebben, die is dan ook dat effect is dan ook het heftigste. Dus dat effect dat treedt eigenlijk de hele dag door. Maar overdag is eigenlijk de instraling van de zon, ja, die overschrijft eigenlijk alle andere effecten. Dat is veel heftiger. Maar in de avond, dan neemt dat Urban Heat Island effect, in de totale warmte neemt dat wat toe. Dus daarom zie je ook vaak dat dan richting de avond de steden wat langer warm blijven dan de omgeving eromheen. Maar dat is maar een relatief klein effect. Dus je ziet hier dat Urban Heat Island effect. En dan zie je dus dat het eigenlijk maar tot ongeveer graad of 3-4 extra opwarmt in de stad. Maar de invloed van de zon midden overdag, dat kan wel 10 tot 12 graden verschil maken. Dus overdag zie je dat Urban Heat Island effect heeft eigenlijk geen effect ten opzichte van de omgeving. Maar 's avonds blijft dit wat langer hangen. En dan zie je dus vooral in de avond dat de stad langer warm blijft. Ja. Maar dat zie je dus ook alleen maar als je hem dus over de tijd doorrekent. En hetzelfde hier met die schaduw, als je die dus ook over de tijd ziet, dan zie je hem ook... Terwijl Urban Heat Island effect uit literatuur beweren sommige mensen dat het echt tot 10 graden verschil kan lopen.
Ja, dat is wat Maxime zegt, hè? Dat is 's nachts. Dus die warmte kan niet weg. En ja. dan is de omgeving dus inmiddels al 10 graden koeler dan de kern van de stad. Maar overdag is dat verschil, dus overal gewoon heet. En dan is het verschil dus niet zo groot. Nee, maar volgens mij had je hem nu ook afgespeeld. Ja, dat Urban Heat Island effect in dit gebied is hier maar maximaal 4 graden. Dus misschien dat er andere gebieden zijn, want dit is Wageningen, en er zit natuurlijk veel groen omheen. Dat hij misschien nog wat heftiger is. Ja. Maar kijk, als je wilt discussiëren over of een Urban Heat Island effect echt 4 graden of meer is, ja, dan kun je denk ik best met Jeroen Kluk of met de mensen van Wageningen in discussie gaan. Dus ik beperk me wat dat betreft ook. Ze hebben een rapport opgesteld waarin ze zeggen, nou, dat Urban Heat effect kun je op deze manier berekenen. Dat staat ook uitgebreid dus omschreven in dit rapport. Ik ga niet met hun in discussie of dat terecht is. Nee, precies. We hebben hem op deze manier geïmplementeerd. En dan zie je deze formule staan. En dan zie je inderdaad dat er een effect van 4, 5 graden zeg maar, uitkomt. Dus 's avonds kan het inderdaad al in de stad 4, 5 graden warmer zijn. Op basis van het Urban Heat Island effect. Maar er zijn natuurlijk ook daarbij geldt weer. Er kunnen ook weer meerdere effecten zijn. Hè? Dus dat Urban Heat Island effect... klaar misschien 4, 5 graden van die warmte. Maar de windsnelheid, daar hebben ze ook een modelletje voor. Wat ook vrij grof is, overigens, maar goed. En dan zien ze dat in de omgeving, ook terecht hier, want dit is in Wageningen, dus dit is de uiterwaarde. Je waait het veel harder dan in de stad. In die stad is het bijna windstil. Dus het daalt naar 0,5 meter per seconde. Dat is ongeveer de laagste waarde die dat model ook aan kan. Op een paar plekken, dus hier zie je dat het weer wat harder waait. Dat ook terecht is, want hier is het weer wat open gebied. En die wind die kan ook een effect hebben. Dus als het 's avonds in de omgeving nog een beetje waait, en dan zal de omgeving koud zijn. Maar in de stad wordt die wind heel erg afgeremd door de ruwheid als het ware van de bebouwing. En dan kan dus op basis van die windkant in de stad ook misschien nog net een paar graden kouder zijn. Mm-hmm. Nou, als je dan vervolgens ook nog een hoop grote gebouwen hebt die ook nog een stukje warmte vasthouden. En het is ook weer afhankelijk van de zon, wat voor waarde je daarbij instelt. Ja, misschien dat je in de meest extreme gevallen inderdaad naar richting de 10 graden verschil kan gaan. Maar ja, dan moet je wel eigenlijk alle effecten die moeten dan precies bij elkaar opstapelen. Ja. Dus je hebt ook doen jullie er zelf ook onderzoek naar? Of wachten jullie zeg maar op een update van de DPA? Wij doen inderdaad niet zelf onderzoek naar gevels. Nee. Zeg maar, we maken een software tool. En daar gebruiken we de data van de wetenschappers voor. Maar wij doen niet zelf onderzoek naar die data. Dus we hebben natuurlijk wel contact met al die verschillende wetenschappers en we volgen ook de wetenschappelijke literatuur. En als ze zeggen op een gegeven moment, we zijn het erover eens dat die gevels dit effect hebben en we nemen dat ook op in de DPRA. Want het is natuurlijk heel leuk als één wetenschapper dat zegt, maar als de Nederlandse overheid zegt, we willen dat je het op deze manier berekent, je moet daar een keuze in maken. Dus daarom dat we ook een aantal dingen optioneel maken. Maar als men het daarover eens is dat die gevels een bepaald effect hebben, ja, dan zullen wij dat inbouwen in de software. Ja. Het lijkt hetzelfde als met... we hebben ook een koppeling recent gemaakt met Arius. Ik denk dat wij de stikstofberekeningen zelf nog een slag accurater kunnen maken. Maar als je conform de Arius-methodiek wil werken, en dat is wat in Nederland geaccepteerd is, gestandardiseerd is, ja, dan moet je ook de beperkingen meenemen van dat model als het ware. Dus dat is af en toe is dat wel een lastige keuze. Ja, het kan wel frustrerend zijn, lijkt me. Wat zei je? Dat kan volgens mij ook wel frustrerend werken. Als jij een betere methode hebt liggen. Ja. Ja, ook in dit geval, ik denk dat wij kunnen een aantal dingen ook gewoon veel accurater berekenen. Dus als je kijkt hoe zij bijvoorbeeld de wind berekenen. Nou, dat wordt met best wel grote vlakken wordt daarmee gerekend. Mm-hmm. En er wordt een aantal dingen worden erin gemiddeld. En ze rekent ook vanuit bepaalde windrichtingen. Dus ze hebben 4 of 5 windrichtingen. Maar niet alle windrichtingen. Hetzelfde met die Skyview Factor.
De Wageningen methodiek, die breekt die skyview, dus die geeft eigenlijk wat, die zegt wat over de openheid van het gebied. Dus hier is het veel opener en in de stad is het veel dichter. Nou, als het dichter bij elkaar zit, dat heeft ook weer effect op de warmte. Dat Wageningen model, dat berekent dat eigenlijk maar 8 richtingen uit. Dus als je hun methode ziet, dan zie je ook echt van die artifacts rondom die skyview factor. Ja. Nou, hier hebben wij er al wel voor gekozen om dat gewoon 360 graden berekening te doen. En dat kan omdat wij het op een GPU doorrekenen. Die kan dat veel sneller berekenen. Maar ja, het Wageningen model doet dat niet. Dus die zijn daarin beperkt. Ja. Dus dat is overigens wel grappig hoor. Dit model van Wageningen, dat hebben ze ook gebenchmarkt met hun ding. En hij reikt hier in 15 of 20 seconden door. Datzelfde model van Wageningen voor deze periode, dat rekent er 2 uur over. En we hebben het ook over gebieden van 30 kilometer gedaan. Nou, dan rekent hij van ons een paar minuten erover. Maar dat is gewoon niet te berekenen met het model wat Wageningen zelf heeft ontwikkeld. Okay. Had jij nog vragen, luisteraars? Ja, omwille van de tijd. Toch nog een technisch vraagje. Dan kom ik weer terug op die originele lagen. Op die... Ja. Geïmporteerde laag overschrijven. Of dat iets zou doen. Moeten we even mee beginnen met welke laag bedoel je? Ja, misschien is anders als je even laat zien wat je probleem is op de, in het model. Hij heeft er nog niet helemaal zin in vandaag. Goed, achtergrondverhaaltje hiervan was dat wij de privé verharding er ook in hadden ingeladen. Met infrarood hebben we de verharding op private terrein bepaald. Ja, heel mooi. Dan kun je de Bowen-ratio mee instellen. Wat zeg je? Dan kun je waarschijnlijk de Bowen-ratio mee beïnvloeden en eventueel voor bomen zijn. Ja. Ja. Nou, wat je ziet is, nou, dat is dus dat rode. Maar die schrijft dus over bomen en stukjes weg heen. Ja, want dat je eigenlijk van tevoren eruit willen knippen, hè? Maar dit heb je zo ingeladen in Tegel. Ja. Ja. Ja, en ik denk eigenlijk dat mijn project daardoor een super trage werktijd heeft en ja, soms ook gewoon 10 minuten in 2D blijft staan, zeg maar. Ja, wat hij doet is als je gaat rekenen, er zijn eigenlijk 2 stappen. De eerste stap is dat hij het zaakje gaat rasteriseren. Mm-hmm. En wat hij dan doet is dat hij van polygondata maakt die griddata. Mm-hmm. En die griddata die wordt vervolgens naar een GPU-cluster gestuurd en doorgerekend. Nou, dat GPU-cluster dat rekent echt supersnel. Maar sneller dan dat ga je niet vinden. Alleen dat rasteriseren, ja, dat kan wel langzaam zijn. En ik heb dat in het verleden ook wel gezien bij andere projecten. En waar dat vooral misgaat, is als je 1 groot polygon hebt. Dus ik weet niet of dat in dit geval ook is. Zijn het allemaal losse polygons of heb je hem als 1 groot ding ingelezen? Volgens mij als 1 groot ding, want het is een union. Ja, precies. Als je dat dus als 1 groot ding inleest, dan die rasterisatie, die kan nog heel lang duren. Want dan gaat hij dus voor elk gridcelletje, als daar 5 miljoen gridcelletjes zijn... Gaat hij voor elk individueel gridcelletje gaat hij kijken, heb ik een intersectie met dat megapolygon. Ja, en die check die duurt heel erg lang. En als je ze gewoon allemaal als losse polygons inleest als het ware, dan zit er een quadtree die zit ervoor. En dan neemt hij alleen de polygons die direct in de buurt zitten van dat gridcelletje. Dus dat heb ik ook wel eens gezien bijvoorbeeld met iemand die een wegenbestand had. Wegen moet je dus ook individueel inlezen, want als je dan dus gaat rasteriseren... Ja, dan pakt hij alleen de wegen die daar in de buurt zitten. En dan kijkt hij, heb ik daar een intersectie mee? Maar als je dus alle wegen aan elkaar hebt gemerged, als het ware. Ja, dan ben je dus telkens met je hele wegenbestand aan het kijken of je intersect. En dan ja, daar kan die rasterisatie heel erg lang duren. Maar hij heeft wel 6800 polygons. Dus het is geen 1 grote. Ja, en dan moet je even kijken of die inderdaad ook als losse features zijn ingelezen. Dus je maakt er op een gegeven moment een GeoJSON van en dan moet het wel losse features zijn. Oh ja. Ja, goed.
Maar de vraag is, kun je dit weer weghalen? Ja, dit zit in de gebouwenlaag, dus die kun je daar niet zomaar weer... je kunt ze wel eruit halen, je kunt ze wel deleten, maar je kunt niet meer de gebouwen terugzetten als het ware naar een originele staat. Maar volgens mij kan ik ze ook niet deleten. Er zit geen ongedaan knopje op, toch? Want ik heb dit niet ingeladen als losse measure, zeg maar. Ja. Kijk, je kunt ze inderdaad wel... je zou ze inderdaad bij die gebouwen zou je ze inderdaad kunnen selecteren en weggooien. Je kunt ze ook veranderen inderdaad in de functie. Maar je zit inderdaad niet direct één keer remove. Heb jij een scherm wat je deelt dan nu eigenlijk? Want we zien nu nog zo'n vierde scherm. Ja, ik zit even te kijken of je dat of je hem één keer kunt verwijderen. Maar volgens mij kan dat inderdaad niet. Dus je kunt ze inderdaad wel weer overschrijven, maar je kunt ze inderdaad niet in één keer verwijderen. Dat is overigens wel een interessante feature om dat toe te voegen. Maar wat je eigenlijk het beste eigenlijk kan doen in dat soort dingen is... van je project ook af en toe gewoon een nieuwe versie maken. Dus als je naar File gaat, dan heb je daar dat versiestapje. Dus wat ik vaak doe is dat bij Versions. Kijk, je hebt nu alleen die base version. Uh-huh. Je kunt ook een nieuwe versie maken en dan kun je altijd weer terug naar je originele situatie. Ja, precies. Maar ik begrijp wel dat dit dus van je aantal opgeslagen projecten afgaat, of niet? Die versies? Nee. Nee. Nee? Nee. Dus je kunt binnen één project kun je altijd 10 versies aanmaken. Okay. Dus wat we vaak adviseren is dat als je een gebied hebt ingeladen, maak er dan een nieuwe versie van. Dan kun je altijd weer terug naar de originele situatie toen je het is ingeladen. Dat is wel een goeie, ja. Ja, dus dat helpt je niet bij dit probleem nu. Maar dat, ja, in de toekomst is dat wel de way to go. Dus even een versie maken, dan kun je altijd weer teruggaan naar mijn origineel. Precies. Want Sophie heeft wel de brondata aan het begin geëxporteerd. Als je dat nu weer terug overschrijft, als het ware, pak je dat dan gewoon weer mee? Of pakt hij alleen op bepaalde gebieden die data mee? Ja, je kunt op zich die verharding achter in je tuin, die kun je natuurlijk wel weer overschrijven. En je zou ze ook met de hand... Ik weet niet hoeveel polygonen het zijn, maar je zou ze ook kunnen verwijderen. Maar het probleem dat Sophie volgens mij omschreef, is dat ze ook af en toe de gebouwen aanpassen. Omdat ze hem als het ware eroverheen zet. Toch? Ja, dat idee heb ik heel erg. Ja, en die gebouwen terugzetten, dat is vrij lastig. Dus misschien als je die gebouwen hebt geëxporteerd, en dan zou je ze wel weer opnieuw kunnen importeren, maar dan moet je wel precies alle attributen ook goed zetten. Mm-hmm. Volgens mij heb ik die gebouwen helemaal niet geëxporteerd. Nee. En dan de oplossing die nu nog zou zijn, is opnieuw het model te starten. Ja, ik denk dat het snelste is om gewoon dit project weg te gooien en dan even opnieuw in te laden. En dan direct als versie 7, zodat je altijd nog een versie hebt om dat terug te switchen. Ja. En dat is dan als je dus inderdaad die tuinen inleest, dat kan, maar dan moet je ze inderdaad dus even voor zorgen dat allemaal als losse geofeatures als het ware worden ingelezen. Maar dat is dan wel echt binnen de licentie een nieuw model starten. Dat is niet mogelijk binnen het huidige model zeggen van laat het gebied opnieuw in. Je hebt binnen je licentie heb je inderdaad je gesaved en je vierkante kilometers. Als je deze delete, dan gaat dat er vanaf. Maar je hebt inderdaad ook maar beperkt aantal keren dat je een gebied opnieuw mag inlezen. En daar zou die wel eentje vanaf trekken. Maar ik vind in dit geval... mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dan moet je even Hedy vragen. Dan kunnen dat wel, omdat onder het mond van dit is een foutje, kunnen ze die inlaat verwijderen uit je licentie. Dus dat die niet meetelt. Als het de bottleneck is om dit opnieuw te doen, dan is het, dan fixen we dat even voor deze natuurlijk. Ja, Zit er ook, fijn ook, dat is misschien meer richting de toekomst, maar we zitten ook te kijken of we dat inladen, of we dat wat ruimer kunnen zetten in de licentie. Want ja, je wil eigenlijk gewoon dat mensen dat doen. Ja. Ja. Maar onze beperking zit hem vooral in de aantal vierkante kilometers dat je doorrekent. Maar niet zozeer of je nou heel vaak dat gebied opnieuw gaat inlezen. Oké.
Maar dat is iets voor de toekomst. Dan gaan we zitten te kijken of we dat licentiemodel wat kunnen aanpassen daarvoor. Oké. Hey, en nog even om te voorkomen dat ik straks weer dezelfde fout ga maken. Ik moet straks dus even GeoJSON kijken dat het dan wel die 6800 polygonen blijft. Ja, dus dat 6800 geofeatures zijn. Ja. Okay. En elke feature die kan natuurlijk weer meerdere polygonen hebben, dat kan, maar het moet in ieder geval maar losse features zijn. Want dan worden ze ook als losse gebouwtjes als het ware ingelezen. En als je erover twijfelt, dan moet je hem anders even doorsturen, dat bestand. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. En eventjes dus een versie opslaan voordat ja, je iets gaat doen. Zodat... Meteen een eerste versie maken. Ja. Ja. Oké. Ja, super. Dat is echt super. Ja, mooi. In ieder geval een hoop verteld, precies binnen een uur zie ik. Ja, ik ben er echt ontzettend blij mee, want het geeft mij heel veel meer context bij klantvragen ook. Heel veel dingen die Sophie nu gesteld heeft en jullie zijn ook klanten die dezelfde vragen stellen van wat zie ik nu en waarom zie ik dit. Ja. Ik ben hier heel gelukkig. Nou, ik ook. Ik had eigenlijk aan het begin van mijn stage gedaan moeten worden, dan was ik er iets minder bleu in gegaan. Nee, ja, maar, want ik kan het niet echt een vraag stellen. Ja. Het geldt ook, kijk, dit is die DPRA zoals die hier nu ligt. Kijk, als we op een gegeven moment als we dat vaker inzetten en jullie hebben daar nieuwe ideeën voor, dan deel ze ook vooral. Dus wij willen iets bouwen wat zo goed mogelijk kan worden ingezet. En we hebben hiervoor gekozen omdat de overheid zegt, binnen Nederland op deze manier moet je het zo doorrekenen. Maar die inzichten die veranderen natuurlijk ook over tijd. Ja. En wat ik misschien ook nog wel fijn zou vinden, misschien gezien de tijd niet nu, maar dan kunnen we dat misschien later doen. Want jullie hebben vast ook wel vaker afstudeerders of stagiairs en die time. En dat we misschien even samen kunnen kijken van wat zou nou een handig pakketje zijn. Of wat zou nou een handige manier zijn om... we hebben natuurlijk best wel veel tutorials en kunnen ook trainingen aanbieden. Ja. Dus, maar misschien kunnen we even kijken dat we voor alle partijen een handige manier kunnen maken om een soort pakketje te maken om... Ja, als je dus als stagiairs wat sneller de diepte in te krijgen, zeg maar. Ja. Of dat, hè, we kunnen er ook kijken van als jullie een stagiair hebben, dat we dan aan het begin even bellen om te kijken van dat we een maatwerkpakketje maken of zo. Nou ja, misschien kunnen we daarover nadenken. Ja, het lijkt mij heel zinvol. Ik weet het nog niet direct. Kijk, afhankelijk van Sophie de conclusies, zo dadelijk gaan wij heel veel met Tigron doen. Of misschien iets minder. Maar ik verwacht dat we er inderdaad gewoon mee... verder zullen gaan en dan zullen er vast en zeker ook nieuwe stagiairs komen. Dus ja, misschien zou je op de voorkant even kunnen kijken van hoe kunnen we diegene snel op de feed krijgen, zeg maar. Ja, helemaal eens. Ik ben alleen niet degene die daar over kan beslissen, maar ik zal in ieder geval inderdaad ook even door zijn naar mijn baas, zeg maar, dat het is waar we over moeten gaan nadenken. Ja, super. Maxime, mag ik jou dan mailen? Voor dat bestand? Voor dat bestand, ja. Ja, als je naar support@tigron stuurt, dan komt hij ook bij mij terecht. Dat is prima. En hoe regelen we dat dan met dat nieuwe gebiedje inladen? Want dan ga ik straks die oude verwijderen. Of, nou, ja, als je dat ook in die support e-mail zet, dan... regelen we dat. Dus we kunnen zien hoe vaak jullie een gebied inladen. En dat bepaalt dus mede je licentie. Maar die kunnen we er ook eentje verwijderen. Super. Ja, wat ik begreep dan overdag dat we er bijna doorheen zijn. Ja. Vandaar ook dat we dus daar zitten kijken of we dat licentiemodel kunnen aanpassen. Want ja, we willen gewoon dat mensen vaak gebieden inlezen en die software inzetten. En dan... Ja, we zien dat dit voor sommige mensen, en dus ook voor jullie, een beperking kan zijn. Dat wil je eigenlijk niet. In het begin deden we het ook een beetje om PDOC. Dus we lezen natuurlijk een heleboel publieke databronnen in. En wat je in het begin al zag, is dat als mensen een groot gebied ook inlezen, dat ze die servers van de overheid helemaal plat trekken. Maar inmiddels bijvoorbeeld de BGT, die cachen we volledig zelf. Dus we maken... Elke nacht gaat onze server een nieuwe extract van de hele BGT van heel Nederland downloaden. En die staat dan gewoon op onze server.
En ja, daarmee ontlasten we eigenlijk ook die overheidsservers heel erg. En is het dus ook niet meer zo erg als mensen vaker een nieuw gebied in deze. Ja. Super. Als ik nu op stop opnemen klik, gaat dat ding dan vanzelf opslaan? Of, Ja, je krijgt hem dan ergens in je... Ja, dan slaat hij hem op in dat Teams profiel, zeg maar. En het... Nou ja, goed. Ik ga het gewoon proberen. En vervolgens daarna kan je...